Deze functie is niet alleen voor mij, maar voor de gemeente heel belangrijk. En dan heb ik het even over de juridische functie in de breedte. Feitelijk ben je het juridisch geweten van de gemeente Doesburg. En er is eigenlijk het college kan geen besluit nemen zonder dat het juridisch getoetst is. Maar het beleid kan ook niet tot stand komen als het juridisch niet goed in elkaar zit. Dus het is een redelijk cruciale en essentiële functie voor het functioneren van onze organisatie en de gemeente in de breedte. Doesburg is een kleine organisatie. Weinig collega's, maar wel collega's die hecht met elkaar samenwerken. Echt een teamverband. Wij willen ook in een team werken. Wij zijn zelfsturende teams geweest en we gaan nu naar resultaatgerichte teams. En dat is gewoon iets wat wij graag zouden willen en wat we ook van onze teamspelers verlangen. Wij doen het niet alleen, we doen het met z'n allen. Bij de gemeente Doesburg krijg je heel veel ruimte om zelf invulling te geven aan je functie. Daarnaast heb je te maken met verschillende ondernemers, met verschillende belangen in de stad, diversiteit aan bewoners, wat de functie ook heel erg interessant maakt. In Doesburg willen we heel graag een mix tussen ervaren krachten en minder ervaren krachten. Zodat die ervaren krachten de minder ervaren kracht kan opleiden, kan laten ontwikkelen, tot die net zo goed of liever nog beter wordt dan dat je zelf was. We doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat die kruisbestuiving gewoon optimaal werkt en daardoor hele mooie dingen tot stand komen. Wat ik in een collega zoek is een collega waar ik mee kan sparren. Ik heb een vraagstuk en dat vraagstuk dat vraagt om een oplossing en dan wil ik graag samen met een jurist die oplossing bedenken, die oplossing zoeken. Dus ik zoek een collega die daarvoor open staat en niet gelijk in de wetboeken duikt, maar gewoon zegt van zo gaan we het doen en dan samen maken we een mooi product. Dat je met elkaar kan sparren, dat je open staat voor elkaars feedback en dat je ook kritisch durft te zijn naar elkaars werk. En zo hou je elkaar ook scherp en het bestuur ook scherp in belangrijke zaken. Wat wij van onze mensen in Doesburg vragen is naast goede vakkennis, maar dat spreekt bijna voor zich, is dat mensen proactief zijn, humor hebben, hard willen werken, authentiek zijn, wees vooral jezelf, want ik geloof erin dat je dan ook de mooiste dingen doet en dat je heel graag wil komen werken.